De bemoeienis van de politiek in de vissector kan ervoor zorgen dat het een puinhoop wordt. Dit zei Udo Karg, voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie, vandaag op een persconferentie van de Federatie van Surinaamse Agrariërs met als titel Onze vis is van ons. Karg geeft aan dat de politiek in 2007 er al voor had gezorgd dat Suriname geen gerookte vis meer mocht exporteren naar de Europese Unie. Wat ik hiermee wil aangeven is dat je niet zomaar als politiek kan komen en iemand op een stoel daar gaat neerzetten om bepaalde privébelangen te behartigen of andere belangen te behartigen, anders dan de belangen van het land en meer specifiek de belangen van de sector. Het is een zeer specialistische organisatie die ook door de sector in stand wordt gehouden. De sector betaalt ervoor om die organisatie levend te houden. Er gaat geen cent van de overheid daar naartoe. Karg zegt dat alles dat te maken heeft met de visserij jaarlijks wordt geregeld per beschikking, gebaseerd op het aantal boten en visvergunningen. Hij benadrukt dat per sector duidelijk is aangegeven wat het maximum aantal vergunningen is dat uitgegeven mag worden. Ik wil dat speciaal benadrukken, omdat alle vergunningen die genoemd zijn in die beschikking reeds zijn uitgegeven. Dus het is onmogelijk om nog meer vergunningen uit te geven. Het aantal vergunningen dat wordt uitgegeven, ziet u hier achter me per viscategorie. De Federatie van Surinaamse Agrariërs is het er niet mee eens dat Guyanese vissers vergunningen van Suriname krijgen. Karg zegt dat het volgens onze wetgeving ook niet mag. De vergunningen geven onder meer aan dat de vis die gevangen is hier in het land verwerkt moet worden. Dus je kan geen vis hier komen vangen en naar Guyana brengen om het te verwerken en te exporteren. Dat kan niet. Aldus Karg.